Welkom kijkers, terug bij seizoen 3 van onze Minecraft serie. We zijn in de vorige aflevering zijn we begonnen met dit gebouw te maken voor de sliffers. En vandaag gaan we het tweede deel ervan doen. De houten constructie van het dak. Dat nog moet gebouwd worden, waar ook heel veel hout nog opnemen. Maar het moet gebeuren. Dus nu ga ik even... Ginder die Auw. Oké, laten we hout gaan verzamelen. Oké. Gelukkig. Gewoon redelijk wat hout, want dit hout gaan we het frame maken. One eternity later. Zo, we hebben bijna 3 stacks. Daar moeten we mee toekomen. 2 stacks, zoals ik 3 stacks. 2 stacks. Nou, waarschijnlijk komen we daar nog steeds niet meer toe, maar... Nou, boeien. Oké. Nu, hoe gaan we hier aan beginnen? Ik denk dat ik 1 blok hier naar binnen ga gaan. En dan een laag steen. Ik ga doen eerst nog. Wacht, nee. We gaan toch de bovenste laag pakken gewoon. Even de bovenste laag helemaal omringen met steen. Ai, we hebben geen steen meer. Ik heb hier nog een chillerbox staan. Zo. Even exact 64 nog van maken. Zo ze. Pro dat ik ben. Gaan we hier even aan verder werken. Zo. Zo. En nu is het eigenlijk gewoon tijd voor serieus te beginnen bouwen. Eerst even een beetje stijgers pakken. Want anders kan ik daar niet aan werken. Hier gaan we even op 3 naar omhoog. Hier ook. Oh, verkeerde plek. Ah, 4 hoog. Okay. Nu kunnen we hier ook 2 blokken op doen. Hier exact hetzelfde doen.
En dan maken we het weer 2 hoger. Oké. Oké, en nu doen we ook dit even weg. Zo. Even terug op dag zetten. Niet op mooi weer, terug dag zetten. Zo, heb ik het niet juist op dag gezet? Zo, ja. Hoppa. Nu gaan we hier weer 1-2 bij doen. Zo. En ik denk dat ik nu gewoon zo even ga verder bouwen. Een paar dingen wegdoen, te zien hoe dat eruit ziet. Even terug naar beneden springen. En we gaan even terug kijken. Ja, we zullen eerst even deze kant verder afmaken en zien hoe dat we het dan gaan oplossen. Zo. Dus ik denk dat we een beetje anders moeten gaan werken. Ja, oké, we moeten terug naar boven. Want ja, zo gaat dat nog wel hoor. En als we daar nu gewoon een blokje tussen zetten. Ja, zo. Dus nu gaan we 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier. En over hier. Zo. Zo, het schiet gewoon op. Oké, ik mag niet naar beneden vallen, dan moet ik even opnieuw beginnen. Oké, dus we gaan dat zo even doen en dan zie ik jullie terug wanneer dit gedeelte. Dat het dat frame klaar is. 2000 years later. Dus nu hebben wij. Even mijn mic. Hebben wij deze frame. Zo goed als afgemaakt. Ik ga dat zo behouden. En. Nee, ik ga het niet zo bouwen. Ik ga. Een balk. In het midden doen. Ja, we gaan dat nog doen. Dus dan moet ik nog even extra hout gaan halen. Ik denk dat ik even een stekje van deze bomen ga maken. Dus dan hebben we dat hout nog even nodig. Dan doe ik dat stukje nog even op de video zelf. En dan gaan we beginnen met glas smelten.
En heel veel glas te smelten. Ik heb nog wel wat glas over, denk ik. Dus dat kunnen we misschien best eerst opgebruiken. Als dat opgebruikt is, dan hebben we nieuw glas nodig. En dan moet ik wel ergens glas zien te fixen. Alleen ik weet niet echt waar. Dus dan moet ik even dit hout verzamelen. Dus als ik ongeveer anderhalve stek aan hout heb. Dan kunnen we daaraan werken verder. Als de wereld dan maar wil doen, ja. Hier kan nog een boom. Hier. En nu even al deze petoterige boompjes terugplanten. Amai. Even terugplanten. Zoals zij. Nu kunnen we. We hebben toch een banaan steken, dus. Kunnen we dit hopelijk afmaken. Oké, okay, dat was niet echt zo simpel. Niet echt zo slim met mij. Dus nu moeten we daar speed allemaal nog glas gaan inzetten. Dat moet ook kut gaan zijn. Het regent weer al. Even, oh, ik viel er bijna af. Zo. Even dit strippen. Nu even nog dit doen. Zo. Ik denk dat ik het er gewoon ga tussen plaatsen. Nee, ik denk dat ik ja, ik ga binnenin plaatsen. Dan heeft dat meer diepte. Ja, dan heeft dat meer diepte. Dat is zo waar. Ja, dat gaat goed zijn. Dat dat meer diepte heeft.
Hopelijk heb ik. Ik weet niet waar ik genoeg sterks gaan hebben. We kunnen nog wel een stekje van dat nemen. Zo. Nu gaan we sowieso genoeg sterren hebben. Hoppa, en bij dit gebouw komt goed samen. Dus we kunnen al zo even doen. Ja, we gaan nog genoeg hebben. Zo. Nu dit nu even afmaken. Zo. Dit even allemaal wegsteken. En nog het glas daarover is van dit gebouw naast mij. Even pakken in deze chocobox. Ik dacht dat ik nog glas had, maar dat heb ik niet. Waarom de fuck heb ik geen glas? Ik dacht dat ik nog glas over had. Ik ben hier al in die stoken. Come on, open chest. Nee. Waar heb ik dat dan wel gedaan? Waar heb ik het nog was gedaan? Of, waarschijnlijk zit hier nog in die ovens. Zit hier nog glas in? Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Wow, wat? Ja. Dus. Dan gaan we maar. Ik heb ook nog maar één firework rocket. Ik heb nog 4 gunpowder. 12 rockets. Nog zo vaak. Daar komen we wel even met toe. Zo. Pierig wegsteken. En nu moeten we zand gaan zoeken. Hier had ik al eens zand komen halen. Hier zit niet meer zoveel zand. Waar kan ik zand vinden? Misschien hier ergens? In het water? Laat wereld. Niks, geen eiland met zand of zo. Ja, is er een eiland met zand? Geen desert, nergens ook niet. Handig. Bro, laat me hier op. Laat me. Nee. Paak. Ja, nu zit ik hier in het water. Bro, waarom Minecraft? Waarom?
Doe normaal, alsjeblieft. Meer op dan. Ja. Eindelijk. Bruh. Ik haat Minecraft. Ja, maar godman dat je Minecraft stopt. Oké. Okay. Let's take our shovel. En poep, 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 poep. Poep, poep, poep. Let's just see where we can get. Waar gaan we in godsnaam zand krijgen? Ah, zand. Oh, veel zand. Redelijk ver van basis, maar maakt niet uit. Ik heb zand nodig. Waarom kan dat überhaupt niet in de... Oké, okay, Minecraft is raar. Oh, een hele inventory vol aan zand. Daar gaat veel mee gebeuren. Even nog. Beetje meer. Zo. Oké, nu hebben we echt gewoon genoeg zand. Terug naar basis. Dus ik ga nu al dat zand smelten en dan zie ik jullie terug wanneer al dat zand is gesmolten. Wat lang kan duren. Ik zie jullie zo meteen. Terug. 2000 years later. Dus, oké, we zijn terug. Alles glas is zo goed als gesmolten, denk ik toch. Waarschijnlijk is het glas zo goed als gesmolten. Ja, het meeste glas is gesmolten. Dus dat is het al. En dan kunnen we beginnen met het bouwen. Oké, dat is al het glas dat we hebben. We komen daar waarschijnlijk niet meer toe. Maar allee, we zullen proberen. Hè. Ja. Waarschijnlijk komen we daar niet meer toe, want dat is echt dubbel vandaag. Echt dubbel de grootte.
Nee, eigenlijk is dat niet veel groter als dat. Gewoon hoger. Beetje breder. Ja, hier kunnen we wel wat meer sniffers in, hè, maar. Zo, muur nummer 1 klaar, mijn meer dan een stek aan glas al opgebruikt. Is kut. We gaan zoveel meer glas nodig hebben. Ja, zoveel meer glas. Hier komen we nooit mee toe. Dit mag je al wel eens even binnenin kijken. Ziet er wel nice uit. En langs de buitenkant ook normaal gezien, hoop ik. Dan. Ja, langs de buitenkant ziet er ook nice uit. Dus ja, dan zie ik jullie zo beter terug nadat ik dat heb afgemaakt met al het glas dat ik heb. En dan zullen we terug glas moeten gaan halen. Tot zometeen. One eternity later. Doen we maken?
Ja, dan zal ik ze bieden doen. Ja, kijk eens, we hebben het glas hier afgemaakt en we zijn hier weer met Dietmar. Het is een van de eerste livestreams van deze serie. En ik ga eerst even voor hem een nieuw armor maken, want hij zijn armor kwijtgeraakt. En dan Weet gaan we niet, verder met een beetje te denken hoe dat we het gaan decoreren in hier. En de decoratie zelf is voor de volgende video. Maar eerst ga ik even wat armor voor hem maken. Wie sloeg mij? Was weet jij dan? Oh, dat gaat er eens. Ja. Ik ben ook wel leuk. Ender chest. Ja, dat is niet tof, hè? Zoals, heb jij een nieuwe armor? Kaboe! En dan zijn we klaar met het glas gedeelte en gaan we ook dus nacht slapen. Dan gaan we nu even zien hoe dat we details gaan doen en dan gaan we de details in de volgende video maken. Dus wat we gaan nodig hebben voor details is bone meal sowieso en mosblok. En de mosblok kan ik van Ginder pakken. Hebben we nog bone meal? Ja, normaal gezien. Ik denk niet dat ik bone meal heb. We hebben dat over laatst pas als verkeerd. Ja, maar ik heb nu geen boonmeel meer. Maar normaal gezien heb ik nog potten. Dus ik kan nog boonmeel maken, hopelijk. Nee, ik heb geen potten meer. Hoezo? Kan toch niet? Dus ik kan geen boonmeel maken. Hoe gaan we boonmeel krijgen? Eens gaan en beginnen klassen te doen. Waar is die? Was dit pad? Ik denk dat ik nog wel ergens boomwiel heb liggen, zeg. In deze shulker box misschien? Nee. Deze shulker box. Nee, oké, dan gaan we daar nu even niet aan werken. Ja, dan gaan we nu even geen dingen zoeken. Maar wat we gaan doen is dat ik hier misschien een klein vijvertje maken. Ongeveer. Dan hier de rest allemaal zoals mos, zoals daarin. En dan hier ook gewoon de slivers inzetten. En dan, als het nog nodig zou zijn, een nog groter gedeelte maken. Er is anders. Nou, dan zeg ik jullie bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren.